onze meest verse Solangers-talenten, dames en heren. De Astronauts! Goedemorgen. Hey. Joël, liedzanger van de band. Tweede keer dat je hier bent. Yes. Jaartje geleden. Jaartje geleden. Ook. Ja, en ik heb jou toen die vraag ook gesteld. En ik heb gisteren aan een Radio 6-collega beloofd dat ik hem nog een keer zou stellen. Bas van Dalen namelijk, die zit hier op zondagnacht. En die draaiden jullie ook afgelopen week en probeerde jou te bellen en kreeg je niet te pak. Hij zei, ik wil weten waar die naam vandaan komt. Dus ik ga het nogmaals een keer vragen. Astronauts, je schrijft het ook met een Z aan het eind. Astronauts, dat is een goede vraag. Als ik astronauts hoor, dan denk ik aan astronauten. En muzikanten, dat zijn mensen die de muziek, net als astronauten, verkennen. Ja. En het is, ik weet niet, zo zag ik het. Astronauts. Astronauts. Het is ook asbaknootjes. Asbaknootjes, ja, inderdaad. Maar is het rolt lekker, ik weet niet. Het is blijven plakken, het is blijven hangen. Ik geef het aan hem door. Het is in ieder geval een pakkende naam. En jullie zijn onze nieuwste Soul & Jazz talent. Waarmee je van harte gefeliciteerd. Dankjewel, man. Welkom bij Radio 6. Yes, we zijn er ook blij mee. Hey, een jaar geleden sprak je ook. En toen ging het ook over... Nou, toen ging het ook bijvoorbeeld over dat je met je zus in een band zit. Mm-hmm. Tess, die zit ook in de band. Yes. Dat ging toen goed. Gaat het nog steeds goed? Dat gaat nog steeds goed. Ja, gaat steeds beter. En het ging toen ook over school en opleiding en zo. Dat een beetje botste nog met... Want jullie zijn allemaal nog hartstikke jong. En willen hard aan de weg werken. Hoe staat dat er nu voor? Hoeveel tijd hebben jullie nu voor de band? We hebben best wel wat tijd voor de band. Er zijn nog een paar boys op school. Ik er niet. Tess is weer begonnen. maar dat is gewoon struggelen. Maar we moeten gewoon bikkelen. Ik bedoel, het is lastig. Maar we willen dit doen. Dus. Maar jullie willen verder. Dus jullie doel is uiteindelijk om allemaal misschien een keer te kappen met die school. En gewoon vol ervoor te gaan. Dus. Ja, die jongens gaan het gewoon lekker afmaken. En tot die tijd bikkelen we gewoon. Wat voor opleidingen zitten er bij jou in de band dan? Tess is nu naar een media marketing-achtige opleiding. En de rest zitten gewoon op conservatoriums. Ah, kijk. Dus hard aan het leren voor de muziek. Dan laat ze het maar afmaken. Ja. Yes, inderdaad. Zeggen, ja. Hey, ik krijg net de single. Te gek. Leuke plaat sowieso. Maar fantastisch ook dat je me op 45 toeren ouderwets vinyl uitbrengt. City Lights. Ja. Is het een voorbode van meer, hè? Album? Ja, tuurlijk. Ik ben druk aan het schrijven. En we gaan binnenkort weer opnemen. En dan gaan we geleidelijk naar een album. Kijk, ja, daar hou ik van. En ik zie een enorme waslijst aan concerten staan. Dat gaat goed. Ik pik er eens wat dingen uit. Vanaf 1 maart Paradiso Amsterdam. De presentatie van deze. Dan in Vlaardingen, Apeldoorn, Dordrecht, Den Haag, Breda, Haarlem. Gaat goed? Yes. Ja, gaat zeker goed. We hadden al 1 release op 14 februari, Valentijnsdag, in de Unie. Mm-hmm. En nu gaan we gewoon doorknallen met de City Lights Tour. Hartstikke goed, man. Fijn dat jullie er zijn vanochtend ook. Natuurlijk City Life even. Yes. Doe je die als eerste zometeen? Ja, singletje. Wat ga je verder nog doen? We gaan daarna even Daydreams doen. Dat is volgens mij een track die we nog... Nee, die hebben we nog niet op de radio gespeeld. Dus die gaan we even doen. Mm-hmm. En Zwarte Lijst wordt My Funny Valentine. Wauw. Yes. Wauw, tof. De geïnspireerd op de Chet Baker versie, ja, dan, denk ik. Ja, het eerste liedje dat ik op de piano kom. Dus, jij echt waar? Ja. Oh, nou, wel heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Dan stuur ik je naar de gang, Joël. Yes. Voor City Life, dat is die single die je vaker bij ons hebt gehoord. Onze allernieuwste soul en jazz talenten. En zie ze ook aan het werk. Radio6.nl, sowieso altijd leuk, hè, om mee te kijken met de ochtendshow. Ik vergeet het wel eens te zeggen, maar dat ziet er allemaal strak uit, hoor. Op de player op radio6.nl. Zie je ze op de gang en hoor je ze op de radio. Live bij ons.